Ruud, we zijn er speciaal voor gekomen. Ja, goede naam ook, hè? Perfect, nou. Daarvoor komt u ook. Duh. Ik weet hier niet zo goed. Wat is dat toch, hè? Dat al die mensen een selfie willen met de penisplant? Dat is de grootste penis die je ooit hebt gezien. Even kijken. Het is een hele gebeurtenis. Dat is het zeker, want dit exemplaar bloeit maar heel weinig. En daarom heerst er ook bij de mensen van de Hortus grote opwinding. Het zijn twee dingen. Ten eerste is die bloem natuurlijk hartstikke leuk. Als die in mijn eigen kas zou staan thuis, zou het leuk zijn. Maar het allerleukste vind ik nog dat die zo ontzettend veel mensen trekt. Dus mensen die vaak helemaal niet zoveel met planten hebben, die toch even dit willen zien. Omdat het zo zeldzaam is om in bloei te zien. De naam, ja, die fascineert wel. Ja, zeker. Ja, ik had vanmorgen ook even gebeld of hij al bloeide. En toen zei ik ook alleen maar van, bloeit de speciale plant al? De speciale plant? Ja, ik zei niet penisplant aan de telefoon. Ja, nu wel. Ja, ja. Had u hem eerder gezien? Gisteren op tv. En 30 jaar geleden, 25 jaar geleden ook. En toen dacht ik, ga toch even kijken. En nu hadden we zoiets van, we hebben de leeftijd, maar nu mogen we kijken. Snap je wat we doen? Fijne dag.